Met behulp van een onderwaterdrone werd vandaag op het Paterswoldse Meer en de Hoornse Plas de kwaliteit van het water in kaart gebracht. Tot nu toe onderzocht het waterschap Noorderzijlvest de meren door regelmatig monsters te nemen van het oppervlaktewater. Door gebruik te maken van een drone, die is uitgerust met camera's en sensoren, kan nu op ieder punt en op iedere diepte in het water worden gemeten. Dit levert een veel gedetailleerder beeld op van de kwaliteit van het water. Door steeds strengere milieuregels is die gedetailleerde informatie ook hard nodig. Het waterschap moet het waterkwaliteit in de gaten houden. We willen graag dat mensen hier kunnen zwemmen en kunnen bootje varen. En dat water moet schoon zijn. Dat moet voldoen aan Europese richtlijnen. Dus als waterschap hebben wij daar een taak. En dan kunnen we wel, wat we voorheen altijd deden, monsters nemen. Dus met een bootje het meer op en dan water in een potje doen en bodem in een potje doen. En dan dat in een laboratorium allemaal uitzoeken. Maar wat we vandaag doen, dat is eigenlijk uniek in Nederland, is dat we met drones en radar en sensoren, dat laten we doen, de bodem en het water in beeld brengen. Zodat we in één keer kunnen zien wat daar gebeurt en welke stoffen erin zitten en waar wij maatregelen op moeten nemen. Voor de onderzoekers is de drone een mooie toevoeging. Tot nu toe wordt er gezegd van zoek een monsterpunt wat representatief is. Nou, dat is altijd al de vraag, hoe representatief is zo'n monsterpunt? Nu kun je echt gezien, bijna vlakdekkend gaan monitoren. En dat zijn gegevens waar je wat mee kunt. Ja. Ja. En je kunt dus ook verschillen binnen het meer constateren. Ja, precies. Ja. Dat is, bijvoorbeeld de zuidkant is beter aan toe als de noordkant of zo. Dat is zeker hier in het Vaterswaldsmeer nogal van belang, omdat we aan de zuidkant daar zeg maar het veengebied hebben. En eigenlijk is dat Hoornse Meerdeel, dat is er later bijgegraven. En daar heb je een heel andere bodem, een zandiger bodem. En dus hier is zeker van belang dat wij over het hele meer gaan meten. De informatie van de drone wordt gecombineerd met radarbeelden. Daar in de kano ligt dat is het grondradarsysteem. En daarmee kun je gelaagdheid in de bodem in kaart brengen. Zoals bijvoorbeeld de dikte van het slippakket. Maar ook de onderliggende lagen. Bijvoorbeeld kleilagen, veenlagen, zandpakketten. En dat combineren we met gamma-spectrometrie. En dat zegt iets over de samenstelling van datgene wat er zit. Hè? Want we kunnen met de grondradar wel een laag zien. Maar daarmee weet je nog niet altijd gaat het bijvoorbeeld om veen of gaat het om slip of klei. Het gebruik van de drone verkeert nog in de testfase, maar is nu al zeer efficiënt. Het is een alternatief bijvoorbeeld voor duikers. Zodra deze drones autonoom zijn, dus dat ze zelf een eigen weg gaan vinden, en dat je ze alleen maar in het water legt en ze een eigen route gaan afleggen en jou een sms'je sturen van hey, hier zie ik iets bijzonders, kom hier eens kijken. Ja, dan wordt het natuurlijk erg kosteneffectief. Plus dat je veel meer data krijgt, waar niet altijd iedereen even blij mee is. Maar je krijgt een veel gedetailleerd beeld in ieder geval van water dan voorheen het waterschap had op basis van enkele steekmonsters. Dit is als het ware een soort CT-scan van het hele meer. Je brengt de totale water hoeveelheid in beeld, met alle stoffen die erin zitten, die er misschien uit moeten. Je brengt de bodem in beeld. En uit die scan kunnen wij dan zeggen van hey, daar ontstaat blauwalg of er zit te veel fosfaat in het water. Moeten we misschien baggeren? Moeten we misschien meer doorstroming organiseren? Dus we kunnen dan maatregelen nemen om het meer schoner te maken. De drone zal steeds slimmer worden. De drone alleen, die waterkwaliteit meet, is één. Maar de nieuwe drones die gaan ook waterbodemmonsters nemen. Die worden amfibiërs, dus dat ze ook het water uit kunnen. Dus luchtfoto's kunnen maken van verschillende, bijvoorbeeld van het meer bijvoorbeeld. En daarop ook op satellietbeelden bijvoorbeeld kunnen kijken van wat waterkwaliteit indicaties zijn. Dus ik denk dat dit zeker een kijkje in de toekomst is. Als alle gegevens zijn geanalyseerd, besluit Noorderzijlvest of de drone vaker zal worden ingezet.